Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag gaan we naar het Europa Park Waterpark kijken. Het is namelijk 2 weken geleden geopend, of volgens mij vorige week zelfs, op een Franse Europa Park server. Dan zou je denken, waarom Frans? Het ligt toch in Duitsland? Ja, die vonden dat gewoon leuk. Hier hebben wij ook van de andere attracties van Europa Park zelf best veel video's van opgenomen. En we gaan vandaag dus het waterpark groot deel kijken. Ze hadden 9 waterattracties, glijbanen en ja, ik weet niet wat er nog meer in zit. Stan heeft in ieder geval het waterpark al een keer in het echt bezoekt. Bezoekt. Heeft bezoekt. Goed man, Nederlands. Bezocht, ja precies. wil je het zelf bekijken? Wij zitten zelf in versie 1.14.4. En de IP van de server staat ook in de beschrijving. Dan moet je ook even kijken, als je de server joint, dan spawn je eerst in Europa Park. Dan kun je via het menu, hier via het emmertje, kun je naar... Wat was het? Rulantica! Ja, is wel een vet dingetje. Hier aan die kant is ook best wel lijp. Het is een keigroot hotel. Is ook helemaal nieuw gebouwd. Oh. En dan kun je dus normaal gewoon vanaf het hotel zo hier naar dat waterpark toe lopen. Hoe? Maar zo. Kun je er hier ook in? Rip. Dat is normaal wel de ingang. Of is dat hier een stukje verder? Misschien via hier. Kun je... Huh, waar ben je nou? Oh, wacht. Oh, hier kun je niet in. Hè? Je moet er hierin kunnen. Ik denk dat we helemaal om zijn gelopen. Waarschijnlijk moet je... Nee. Je zou er hierin moeten kunnen. Of is het een deur verder? Wacht. Dit is de ingang normaal. Hier kun je erin. Wel ja? Oh nee. Hè? Goede voorbereiding, mensen. Goede voorbereiding. Zo zie je maar. Misschien dat we wel hier aan de... Moet je even vragen aan dat manneke, aan die manneke is. Ik snap er geen beat van. Moet je even vragen aan onze Nico. Waar je hier naar binnen komt. Ik neem aan dat het hier is. Ja, je zou zeggen van wel, ja. Oh, wacht. Je moest gewoon letterlijk voor de deur gaan staan. Of ja... Nou. Nou! Ja, er is... Ik stond net hier. Nou, waar is dit? Ik weet het niet. Er was een... Probeer het nog eens. Hé, daar is hij. Wat is hij aan het vertellen? Hij komt me helpen. Hij zegt follow me. Thiago, maat. I think it's broke. Hij gaat hem slopen, let op. Wat gaat hij nou doen? Hij is een type, denk ik. Oh. Hij tp't mij gewoon. Heel bedankt. Wat de heck. Had ik nog geluk. Oké, dit is normaal ook wel echt een vet systeem. Ze hebben hier, zeg maar, je kaartje. Die moet je dan, of je hebt dan, zeg maar, gewoon dus kaartjes gekocht om hier te gaan zwemmen. Die lever je dan hier, zeg maar, in bij die mensen. Van, yo, ik wil komen zwemmen. Ja. Dan laat je je kaartje in, die scannen ze. En dan krijg je een polsbandje om. En dan mag je het zwembad in. Dat is dan uiteindelijk je ticket. Dus dan scan je hier je polsbandje. Ja, die scan je... Uh-oh. What the heck? Ja, ik zit erin. Hij was mij aan het checken. Oh ja, en dan mag je dat dus in. En dat polsbandje, daarmee kun je dus hier allemaal van die gratis lockers openen, waar je je spullen dus in kan knikkeren. Maar het lijp is ook, je hebt in dat zwembad zelf ook allemaal, weet ik veel, restaurantjes en zo. En dan kun je dus ook gewoon met dat polsbandje betalen. Oh. En als je dan uiteindelijk het zwembad uitgaat, dan moet je dat bandje inleveren. En dan checken ze dus gewoon hoeveel geld dat je nog moet betalen. En dan kun je eruit. Ja. Dat is super chill. Dus dan, je hebt eigenlijk helemaal geen pinpas of zo nodig. Want het is wel lijp, want je hebt dus ook allemaal gewoon... dat is echt precies dezelfde uitgang als waar ik erin ging toen ik in het echt hier was. Oei, het is wel echt groot trouwens. Ja, het is knijtergroot. Oh, even mijn autojump uit. Dit zijn allemaal van die privébedden. Dan moet je... Oei, gek. Zit je nou ja, vast? Nou kan ik er niet meer uit. Vraag even of hij jou nog een keer tp't. Ja, wat is dit? Moet je die hendel niet overhalen of zo?
Yo, succes. Oh, wacht. Ik dacht dat je er hierin kon. Ja, zitten we dan. Ik loop alvast door. Maar je hebt hier dus ook bijvoorbeeld een bar in het water, waar je dus gewoon drinken kan bestellen in het water, terwijl je dus gewoon in dat zwembad zit. Echt? Ik zal eens kijken. Ja. Wat is dit nou weer, jongen? Komt dat met ik jou niet helpen? Hey, vlekkeloos. Goede video's, zegt iemand. Hey, bedankt. Oh, hij gaat maar als goed snel tp'en. Hier zit ook allemaal van die... Ja, nice. Oh, hier heb je al het eerste attractietje. Ja, dit is zeg maar een soort kinderding. Is best wel lachen. Die glijbaan ziet er ook echt gaaf uit. Access. Toegang. Zo in? Nee, toch? Oei. Oei. Hoort hij zo? Als je op shift klikt, dan ga je in één keer omhoog. Nee, je hoeft niet eens iets in te drukken. Lol, je klimt hier dan gewoon omhoog. Wow! Deze glijbaan... Wow, deze glijbanen zijn best wel vet. Als je erin loopt, dan ga je gewoon al. Ja. Hey! Oh, dit is wel echt wel geinig, ja. Ja, dit is dus gewoon zo'n, zo'n kinderspeelding. Oh. Ja, kijk. Is er nog één? Oh, daar is er nog eentje daarboven. Ik ga er even nog, in, ja, nog eentje erin. Ja, ik ga er wel echt... Oh, moet je dat per se zo in? Ja. Op deze manier is dat wel echt kak, hoor. Jawel. Daar gaan we. Hij vindt dat mooi. Dan lijkt hij echt flink hard als je erin zit. Oei, ik dacht even dat ik naar beneden viel. Ja, ik zit vast in die hoek. Hé, hey, ik word uit de server geknikkerd. Hé, wat nou weer? De externe host heeft de verbinding verbroken. Oh, bij mij niet. Ik zit er nog gewoon in. Ja, nu zit ik weer in. Oh. Nu ben ik weer gespawned bij Europa Park. Ja, moet je even naar het emmertje gaan. En dan vragen of hij jou weer kan tv'en. Voor de derde keer. Ja, wat is dit, jongen? Heel die... Oh. Ik ga in ieder geval alvast naar de volgende. Deze ziet er wat indrukwekkender uit, denk ik. Oh, Vilstorm. Is dat zo'n... Wat is dit? Is dat zo'n sauna of zo? Ja, ik weet niet precies. Namen weet ik allemaal niet. Het zijn allemaal van die... Oh, je kan helemaal naar buiten. IJslands namen en zo. Er zit ook zo'n hele vette lazy river waar je in zo'n band kan liggen. En dan zie je elke keer zo'n... inktvisje. Snorri. Huh? Oh. Oh ja, 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 die zag ik net ook aan het begin. Kunnen ze ATP dat... of niet? Ja, wacht, ik ga even kijken of hij die deuren doet. Oh, nu doet die deur het wel, dan loop ik wel even. Ja, is goed. Ik ga in ieder geval alvast even chillen hier in het... Bubbelbad. Hey! Ja, soort van... Kijk hoor. Oh, hier zit je nou ook echt in de glijbaan. Dit is een of andere wildwaterbaan. Ik ben niet in alles geweest, omdat het echt keihard druk was toen ik er was. Het is wel echt... We konden gewoon wachtrijden van een paar uur bij die glijbanen. Echt? Ja, dat is echt sick. Bij één glijbaan stond gewoon 2 uur wachttijd. Ik denk van welke gek gaat nou 2 uur in een wachtrij staan voor een glijbaantje? Dat is mooi, jongen. Dan ben je toch ook krank, Jorm? Oké, waar ben jij blauwe... nou? Ja, ja, wacht even. Ik ben nou net uit, bijna uit dat blauwe. Daar is een of ander soort wildwaterbaantje. Maar die is niet heel indrukwekkend. Op zich wel grappig. Wacht. Ik ben nou... ik loop wel even naar dat kinderding. Ja, maar ik weet niet waar dat kinderding is. Meteen links. Als je oh, ja, ja, ja. Wacht, daar ben ik nu, daar ben ik nu. Ja, hier, ik ben nou voor jou links. Dan gaan we even in die daar bovenin. Oh, kak, daar kunnen we niet zomaar komen. Of wel? Waar bovenin? Ja, hierboven. Oh, daar. Ja, volgens mij hier, via hier volgens mij. Oh, hier, ja, hier kom je eruit. Hier kun je volgens mij naar boven. Hij loopt gewoon door. Hier aan de andere kant. Hier. Oh, sorry. Maar ik weet niet of hij hier... Oh, nee. Huh? Ja, hier kun je wel nee, naar boven. Nee, hier kom je bij de andere ding uit. Oh, maar je kunt misschien hier doorlopen, trouwens. Ik vond dat toen hier kan je niet doorlopen. Dit is zo'n wildwaterbaan, ja. Ja, maar die... Ja. Dat was niet veel. Beetje een skere variant van die dingen van de Centerparks. Ja,
Maar toen ik hier was ook, jongen, één groot doolhof is het. Misschien dat het hier... Wat is dit? Oh, dit is de uitgang. Ja. Ik... Nee, jongen, daar is het niet. Ja, maar hier kun je wel omhoog. Je rent gewoon over dat water heen. Ja. Niet eens in het water. Nee, hier gaan we weer richting de uitgang. Dit is ook weer een andere glijbaan. Ja, what the fuck? Ik... Dit sowieso, dit is zo huge, jongen. We hadden eigenlijk eerst naar de... bij de ingang meteen rechts moeten gaan. Want daar was die... daar hebben ze een paar... Ja, we kunnen hier ook... Nee, ik loop daar nou naartoe. Ik ben nou... Oh, ja. Ik ga even nog in zo'n bed liggen. Ja, doe eens. Die bedden waren ook echt knijterduur. Echt 25 euro of zo. Dit is de... Ja. Ragnarok. Maar deze ziet er wel een stuk indrukwekkender uit. Als we de ingang vinden. Hoe kom je hier omhoog? Ik weet dat niet meer. Oh! Oh, helemaal erbovenin. Ja, je moet hier met die trappen. Die trappen moet je omhoog. Oh, dit, jongen. Dit is maar van die valluiken. We moeten hier naar beneden. Liepen wij dan net langs? Ja, we zijn er langs afgelopen. Kunnen we hier niet ergens naar beneden springen? Nee, is allemaal beveiligd. Oh. Je wordt er niet goed van. Ja. Oh, heb ik ook nog eens de zieke rollback de hele tijd? Ja, hij heeft er moeite mee. Maar dit is ook niks, hè, wat hier zit. Nee. Pleintje. Blijkbaar het pleintje. Maar hier sowieso... Hier heb je een octopus, manneke, wat jij zei. Ja, snorri. Maar sowieso zijn best wel veel glijbaan ook met banden. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat dan daar op gaan lossen. Ja, nou, we gaan eens even zoeken naar die trap. Ja, je moet daar, zeg maar... Nu gewoon achter die muur lopen, hier links. Oh, hier? Hier, daar links. Hij is gewoon vier keer langs die trap afgelopen. Oh. Maar ik ben benieuwd dat ze deze hebben gedaan, maar dit is met van die valluiken waar je op moet gaan staan en dan zo'n luik dan in één keer openklapt. Ik ben wel benieuwd. Want er zit hier ook zo'n rode... Oh, wait, ik ga in groen. Ja, het zijn twee dezelfde. Oranje vatten. Wel vette models wel. Hey. Hoe werkt dit dan? Laat zien. Ah, kak. Oh, ik sta erin. Ik zie jou niet. Oh nee. Hè? Jawel, oh, jawel. Hè? Ik viel erin. Ja, ik val er nou ook in. En nou. ik blijf verhangen in die buis. Ik ben echt bang dat ik dadelijk weer eruit geknikkerd word. Je gaat echt keihard. Oh, ik ben er. Dit is wel echt funny. Ja, dit is wel grappig gemaakt. Vette models wel. Oh, joh. En dan als je stilstaat... Ook met dat water erbij. Hey! En als je geen bandje hier hebt, dan kom je er niet uit. Maar hier, dit is ook iets, hè? Ja, maar deze. Die zijn dicht. Kijk, want daar is die ingang is hier. Ah! Okay. En daar moet je normaal van die banden meenemen. Ja. Oh, maar ik heb hem nou. Hoe dan? Ja, als je daar recht een muis kan pakken, dan komt hij in je hotbar staan. Hey. Maar meppen. Huts. Allemaal van die kinderen helemaal uitgeput, van die dingen naar boven slepen. Nou, in ieder geval gaan we bij de volgende aflevering de rest bekijken. We hadden eigenlijk verwacht dat we iets sneller er doorheen zou gaan. Maar het is toch iets moeilijker te vinden. Vond je het alsnog leuk? Laat even een duimpje omhoog achter. IP staat in de beschrijving. Wij spelen 1.14.4 als versie. En vergeet niet te abonneren. En dan zien we de volgende keer weer. Later! Later, hè.